Hey, lieve allemaal, wat super gezellig dat jullie weer kijken. Vandaag lees ik weer een verhaaltje voor uit het boek van Floddertje. En het verhaaltje van vandaag heet: Moeder is ziek. We gaan snel lezen. We mogen niet in de slaapkamer, zei Floddertje. Moeder is ziek en de dokter is er en de zuster ook. Maar ik weet wat! We gaan iets lekkers klaarmaken voor moeder. Kom mee, smeer, Kees. Tomatensoep, daar houdt moeder zo van. Floddertje pakte een blik uit de keukenkast en nu de blikopener. Jongen, wat een moeilijk werkje, maar het lukte toch. Floddertje deed de soep in de pan. Het is een beetje klonterig, zei ze. Ik neem even de mixer. Ze wist best hoe het moest. De mixer in de pan. En dan op het knopje drukken. Ho, oh, pas op, de soep vliegt de pan uit. Vader kwam binnen. En toen kwam de dokter. En toen de zuster. Ze kregen allemaal soep in hun gezicht. Stop, laat het knopje los, Vloddertje. Die domme vloddertje bleef maar doorgaan. Gelukkig was Smeerkees een heel slim hondje. Hij trok de stekker eruit. He he. Er was niet veel soep meer in de pan. Maar er was een heleboel soep in de keuken. Alles zat onder de tomatensoep. Arme vloddertje, hoe moest ze dat weer schoon krijgen? Vader bromde erg. Maar hij zei: Vooruit! Allemaal dweilen! Allemaal boenen! Smeerkees hielp ook mee. Geef mij ook maar een emmertje sop! zei de dokter. Gaan jullie maar opzij! riep de zuster. Ik doe het wel even. De keuken was klaar. En iedereen was schoon, behalve Floddertje en Smeerkees. Vader kwam uit de tuinslang. En daarna mocht Floddertje een bordje tomatensoep brengen bij moeder. Lekker, zei moeder. En toen kwam er een grote olifant, die niet meer ziek was, met een hele grote snuit. En die blies het verhaaltje zo uit. Leuk dat jullie weer keken en tot de volgende keer.